Oh. Ja, goedemorgen. Knap hoe ik op zo'n plek met zoveel rust nog elke ochtend laat kan zijn. Ja, net zeggen. Gaan we nu eens zeggen. Ja, ik heb echt geen idee, maar we staan nog steeds in de rij, jongens. Kijk. Heel veel mensen. Was dat een goeie? We hebben broodje, chocolaatje, botertje, chocolademelk. Ik kies altijd voor de chocolademelk, want de thee is disgusting als hij warm is. En in de middag krijg je ook thee. Thijs kiest ook altijd voor chocolademelk. Omdat het gewoon lekker is. He loves it. Dat was echt heel lekker. Ik had de thee aangezien als chocolademelk, dus ik had een tweede kopje thee gehad. Dus nu heb ik maagzuur voor de rest van de dag. Verder heb ik erg genoten van de lekkere broodjes, de lekkere chocolaatjes, de lekkere boter. Dit ontbijt krijgt van mij gewoon een goede 3 sterren. En jij bent nog aan het genieten. Ja, dus voor mij krijgt hij 3,5. Brother Jasper gaat straks weer vragen, hebben jullie genoten van het eten? En dan zegt iedereen ja en dan zegt hij, echt? Dat vond ik heel grappig. We gaan lekker naar de Bijbelstudiegroep. Te laat, ik zag je. Oh. Te laat. Hallo, we gaan naar de kerk. Yeah. Ik hoorde de bellen al. Als alles duister is, ontsteek dan een licht. En we hebben bonenspul en we hebben een kaasje met 2 broodjes en een mandarijn en een soort hartige koekjes en drinken, I guess, straks. Oeh, hallo! Was die goed? Ja, die was goed. Oké, waarom heb jij een appel en geen mandarijn? Waar is jouw kaasje? En... Mijn kaasje is hier. Oh, dat was, had je wel, maar... En waar zijn je koekjes? Mijn koekjes zitten hier zo. Oh, jij hebt er ook exact 4,5. Ja, oh, jij niet exact 4,5. Nee, ik mocht zoveel pakken als ik wilde. Tenminste, dat vond ik. Thijs is hier, guys. Jij hebt ook nog geen drinken. Nee. We zorgen echt slecht voor onszelf. Maar eerst even lekker eten. Het eten was weer oké. Okay. Ik denk 3 sterren ongeveer. Het was eigenlijk gewoon... Nou, het was eten en mijn standaarden worden sowieso gewoon lager door hier zijn in Taizee. En het was op zich prima en ik krijg er weer nieuwe energie van. Maar dat was het ook. Thijs zijn rug. Echt heel vies. Bah. Ja, de naam van deze vlog die wordt nu Thijs zijn rug. Ik weet het ook niet meer. Titels verzinnen is zo lastig. Vooral als elke dag een beetje hetzelfde is. Gaan we ijs halen? Ik vind het een goed idee. Let's go. Nu? Ja. De ijsjes waren op, boys. Maar ik zie hier heerlijke chocoladepuddingjes die ik straks ga uitdelen. Sneak preview. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. What are those? Mac and cheese met cookies en een heerlijke chocoladepudding. Dat is ons eten van vanavond en we gaan ervan genieten.
Waarom moest dat nou? Ik weet het. Die had ik niet opgevraagd. Over 3 minuten gaan waarschijnlijk de bellen en dan willen de toiletten will be swamped. ja, dat is een risico. Oh, help, auto. Dikke Toyota FA899. En wat is dat? CE70 2KG. Zo. Nu is de food review dat de macaroni best wel oké was. Het chocoladetoetje was ook lekker. De koekjes waren ook lekker. Ik heb sinaasappel bewaard. En jij hebt je sinaasappel nog, dus die kan je nog even afkluiven. Ik geef het 4 sterren van 5. Hoeveel sterren had hij die eerste maaltijd gegeven? Weet je dan nog? Nee, maar dat weet de vlog nog wel. Oh, dat weet de vlog nog wel. Ik zit even te denken, ik geef hem 4 sterren. Nice, ik ook dus. Dat is cool. Ja, we staan nu bij de bushalte, dus als de bus nu langskomt, moeten we verplicht instappen. Kleine, little warning. 3, 2, 1. Nee. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ook een beetje triest dat we verwacht hadden dat alles hier op tijd zou gaan in Taizee. Oh, daar gaat ze. Allerlei. Woehoe, dat is toch mooi. Zo voel ik me nu. Ice cream? Ice cream. We wouden crabs halen, maar er waren geen crabs meer. Dus in plaats daarvan hebben we ons ijsje wat we vanmiddag niet hadden. Echt crab. En nu staan we hier gewoon op de plek waar we afgelopen zomer ook stonden. Oh, nice. Ik mis afgelopen zomer. Waarom stond je nu pas? Dat was nog niet gestart. Wat wil je met ze bespreken? Ik mis ook afgelopen zomer. Voelt echt zwaar. Maar waar zijn we hier? Dus de levensles die we hieruit leren is: when life gives you lemonade, make lemons. Life will be all. Laat maar, ik ga hem andersom doen. Zou ik doen. Few moments later. Dus de levensles die we hieruit leren is: when life gives you lemonade, make lemons. Life will be like. Laat maar. Misschien moet ik bedenken wat ik wil zeggen voordat ik ga praten. Ja, ik heb hem. Smaakt jouw ijs ook naar ijs? Ja. Dus ik denk dat de les die we hieruit moeten trekken is: when life gives you lemonade, make lemons. Life will be. Niet lachen. Ik kom alweer. I guess the lesson we learned today is: when life gives you lemonade. Gast. Ja, sorry. Ik zei het goed. I guess the lesson we learned today is: when life gives you lemonade, make lemons. Life will be like, what? Dat was hem. Fijn joh. Een belangrijke les om geleerd te hebben in het leven. Riz. Maar ik mis dus de zomer. Ik ook. En dit vrij taaie ijsje helpt niet. Kijk, ik kan hem helemaal omdraaien. Normaal houden dit te breken, maar, dan moet, breekt niet. Oh, vet. Ja, dat is echt een life hack. Het ijsje was oké. Okay. Het ijsje was oké? Okay. Ja. Ik dacht al, dit is nou opeens over mij. Wij gaan lekker naar bedje toe. See you tomorrow. Welterusten, peeps. I guess the lesson we learned today is... Dit is jouw fout. Ja, doei.